Dit is hetzelfde als seks hebben zonder klaarkomen. Ga je nou serieus het nummer zingen zonder die uithaal? Even serieus, ik heb gewoon blauwe ballen. Schat, ik heb de honing hier, dus je hoeft niet te zoeken. Ik kom! Oh, baby! Hup, hup! Wat gezellig nou. Hoe is het? Vriendin, wat ben je knap. Wat lekker hè bij mij. Oh, wat lekker tegen je aanleggen. Lekker hè, heerlijk. Hé, schat. Heel Nederland kent je natuurlijk. En ik ken je heel goed. Dus ik weet eigenlijk alle antwoorden al. Maar ik heb toch een paar hele leuke vragen voor je bedacht. Oh jee. Ik krijg straks 2 minuten de tijd. Ja? En 40 vragen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ben je er niet goed in, hè? Jammer meid. Zeg het tegen iemand die het wel wat kan schelen. Oké. Okay. Start de klok. Daar gaan we. Strijk jij je bedden goed? Nee. Kwel je in je slaap? Weet ik niet. Moet het dekbed los liggen of juist ingestopt? Ingestopt. Hou je van hard of zacht? Matras. Hard. Natuurlijk. Wat draag je normaal in bed? Niks. Mag je huisdier mee in bed? Wat? Mag je huisdier mee in bed? Nou, rot toch op. Dat kan toch? Nou, dat is al smeren. Dat deed. Ja, dat, ja dus dat nee dus. Niet. Welke kleur heeft jouw beddengoed? Alle kleuren. Ja. Dat zou ik zo hebben. Hoeveel bedpartners heb je gehad? Oeh, ik denk een stuk of 9. Woe! Nou, sorry, dat valt best mee. Valt best na? Ligt eraan. Wat is het raarste dat je in je bed hebt meegemaakt? Ja, Jezus Christus, raarste dat ik in mijn bed heb. Ja, dat iemand zijn sok aanhield, dat kan ook niet. Gaan we het straks ook over hebben. Ja. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Geen één. Heb je een knuffel? Nee, ik heb een doekje. Dat is mijn knuffel. Hoeveel uur slaap je per dag? Te weinig. Te weinig. Naast wie werd je vanmorgen wakker? Naast mezelf. Hoe laat ga je naar bed? Te laat, ook 4 uur of in het verschrikkelijk. Oh, ja. Check je telefoon voor het slapen gaan? Ja. Wie mag jou altijd wakker bellen? Rucola. Rucola? Wat zeg jij nou? Oké. Okay. Ben je een ochtend- of een avondmens? Een avondmens. Voor welk eten mogen je wakker maken? Rucola. Kijk je tv in bed? Nee. Heb je wel eens in bed geplast? Vroeger, ja. Wat ligt er in je nachtkastje? Ik heb geen nachtkastje. Maar zou je nog eens waar zou je nog wel eens wakker willen worden? Nou, dat is een hele leuke gast. Ik heb hem in mijn hoofd, jongen. Oh, echt, die is zo leuk. Oké. Okay. Met wie wil jij ooit nog eens het bed delen? Met die leuke gozer. Precies. En hoe vaak verschoon je de lakens? 1 keer in de week. Staat je bek tegen de muur? Staat ja. Je bed tegen de muur? Mijn hoofd tegen de muur. Ga je nou zingen? Ja. Oh, heerlijk. Piept of kraakt je? Dat was hem al. Je hebt er 26 beantwoord. Het zouden er toch 40 zijn? Ja, maar je hebt maar 2 minuten de tijd. Ja, maar dat zei hij niet, hè, net? Nee, maar dat had je moeten begrijpen. Maar ik ga straks echt alle vragen met je doornemen. Want oh, er zijn dat een aantal wel. Dingen. Dus diegene die nog niet zijn geweest, die gaan die ze gaan we, nog nee, vragen. Die gaan we nu vragen. Oh. Wanneer was de laatste keer dat je echt een lange relatie hebt gehad? Dat was verleden jaar juli, heb ik dat beëindigd. En dat was 3 jaar. 3 jaar? Ja, 3 jaar te lang van mijn leven. Zo, klap, dat je het even weet. Maar ja. wat, hoe oud ben jij, mag ik het vragen? Ik ben 37. Oké, okay, ja, en toen werd je wakker. Maar oké, okay, laten we ervan uitgaan dat ze 37 is. Maar zou je echt heel graag een relatie willen? Of is het, als het komt, komt het? Ik ben niet op zoek. Want dan kom je nooit de juiste mensen tegen. Of de juiste man tegen. Maar ik zou wel een leuke, stabiele relatie willen hebben, ja. Ja. Ja? Absoluut. En waar moet een man dan, welke man moet dan Glennis Grace echt gewoon van de sokken af blazen? In what way? Gewoon elk, every way. Ja, wat voor man? Dat kan ik toch niet zeggen? Nee, maar... die man wat, in mijn dromen. Ja, maar hoe ziet hij eruit? Leuk. Leuk. Hij is leuk, mannelijk en zo. Maar knap, moet je iets geven? Ja. Heeft hij een tintje? Nee, ik heb geen tintje. Is die van helemaal Nederlands? Ja. Blank. Ja. Ja. Yes. Kijk nou, ik voel, hè, jullie voelen het niet, maar ik voel de partij damp vanaf komen. Nou, niet het is te doen. Bloedheid. Het is bloed, nou, dat begrijp ik. Ja. Oké, okay. Ben je nog vast te slapen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, vooral toen ik stikjes rookte. Stikjes dat rook. Doe ik niet meer. Sinds 6 maanden, 7 maanden ongeveer. Ja, weet je, echt, heb je dat vertellen gedaan, alles. Ja? Gewoon. Ja, maar doe lekker, maar het is toch lekker belangrijk. Maar deed je dat dan elke avond? Ja, vond ik lekker als ik naar bed ging. En dat je dan lekker een roesje kreeg? En ja. Maar waar ben je daarmee gestopt? Nou ja, het is gewoon, ik was niet helemaal helder in mijn hoofd meer.
Nee, oké. Okay. En eet je ook... Het maakte totaal geen indruk op me. Maar wel, ik werd er gewoon lui van. Laat ik het daarop hangen. Nou, oké. Okay. Dat kunnen we niet gebruiken. Vooral blijf ook lang hangen in bepaalde gevoelens. Ik weet het, schat. Ik heb nog rode oortjes van die telefoon tegen mijn oren. Dus ik ben heel blij. Ik heb nog een leuke tip. Oh. De in bed Fred met... De in Fred met... Gewoon een tip van Fred in bed. Als je nou moeite hebt, zorgens met wakker worden. En je zet je wekker op snoes, toch? Ja. En dan moet je eruit en wil je... Moet je hem gewoon ergens buiten handbereik leggen. Want dan moet je eruit en dan ben je wakker en dan ga je niet meer terug. Dat is waar. Dat is een goede tip, hè? Oh, dat is wel een goede trouwens. Ja, dat bedoel ik. Hey, even een vraag tussendoor. Eet jij in bed? Want je had net over... Rucola. Ik eet niet in bed. Maar wat ik vind eet je, voordat ik naar bed ga. Wat vind je het allerlekkerste eten? Wat is kip met rijst. Kip met rijst. Ja. Mm-hmm. En wat daarna komt? Daarna komt quinoa. Quinoa? Waarom vind je quinoa? Dat is toch helemaal seksloos? Dat vind ik zo heerlijk, hè? Echt? Ja, maar echt. Daar kun je me ook echt voor wakker maken. Met rucola. En dan... wat nog meer? Eigenlijk, je kan me daar al echt voor wakker maken. Dat meen jij niet. Heerlijk, vrouw! Zo lekker. Albert Heijn. Oh, je moet meedoen aan Bennen dat ik het kan. Het programma van Jeroen van de Boom. Dat je kan raden welke quinoa salade het is. En welke supermarkt je komt. Albert Heijn, daar kan je geld mee verdienen. Ja, dat is een nieuwe. Neem eens een hapje dan. Het is helemaal vers. Mond. Kom maar. Oké. Wacht even, lekker. Hij is echt vers, hoor. Ja? Serieus? Ja, is echt vers, ja. Dat je weet hoe ik ben met eten. Schat, ik weet het. Ik weet gewoon niet zo. Het heeft afgelopen. Vorige week, vrijdag, heb ik hem in mijn nachtkastje gezet. Zo cool hier. Mmm. Hé. Hey. Lekker. Maar waarom vind je quinoa nou zo lekker? Gewoon, het is de structuur in mijn mond. Is het lekker, ja? Heerlijk. Ik vind structuur heel moeilijk, hoor. Maar je moet wennen aan structuur. Ik haal gewoon alleen de quinoa eruit. Maar dit heb ik dus ook met rucola. Mm-hmm. Boontjes, die mag ik niet. Waarom mag je geen bonen? Omdat ik geen CSPD heb. Wat? Ja. Het is een dodelijke ziekte. Niet? Nee. Wat is het dan? Het heeft iets met je rode en je witte bloedlichaams te maken. Dus we hebben alleen donkere mensen. Echt? Ja. G6PD. Dus check je. Laat je checken als je halfbloed bent, als je donker bent. Als je donker wit bent, laat je checken. Donker wit. Nou, klaar, hè? Ik heb wel eens lekkere salades op. Ja, maar dat zeg ik. Maar ik maak het zelf, hè. Is er wel eens een droom uitgekomen? Nou, dat is een inkoppertje. Ja, bedoel je dan een droom waar je, als je in bed ligt en je gaat dromen? Ja. Nee, dat niet. Maar ik heb wel, hoe noem je dat? Ik praat altijd met het universum. Ja, ja, zeg je, ja, echt waar? Ja. Dank je het universum ook voor je succes. Ja, want laten we eerlijk zijn, ik ken jou echt al heel lang. En je hebt heel hard moeten werken om ergens te komen. En je bent nu wel echt op een soort crossroad, zeg maar. Ja, maar ik ben er nog niet. Nee. Voor mezelf, want ik wil nog zoveel meer. Wat wil je nog? Kijk, want meer succes in Nederland kan je niet halen. Dat ben ik ook niet mee eens, hoor. Waarom? Wat zou je nog in Nederland kunnen behalen? Nou, ik wil alle grote festivals wil ik nog een keer doen. Oké. Okay. Ik wil nog met mijn eigen songs wil ik een concert gaan geven. Oké. Okay. Het liefst een Ziggo Dome. Ja. Of Ahoy vind ik ook nog steeds prachtig. Ook leuk. Ik wil nog... Arena? Arena's, ja, maar is echt slecht geluid, hoor. Ah, oké. Okay. Nee, maar daar zou ik het echt niet voor doen. Nee, Ziggo is nog wel liever echt drie keer Ziggo. Ja, eens. Arena. En dan wat je eigen show. Ja. Eigen nummers of ook nummers van anderen? Gewoon mix erop. Nou, en gelukkig is het publiek het daarmee eens. Dat, ja, voel hem aankomen. Altijd leuk als ik ook wel covers doe. Wat voel je aankomen? Ik voel iets aankomen. Hier, meid. Wacht even. Een beetje... Veel te weinig. Oh. Dat is een heel nat windje. I wanna run to you. Ooh, ooh. I wanna run to you. Ooh, ooh. Would you hold me in your arms? And keep me safe from harm. I wanna run to you. Ooh.
I come to you, you tell me, will you stay or will you run away? Oh my god, yes! Ik hou hier zo van, schat. En weet je dit, hoe vaak je dit doet? Ik weet nog wel dat ik niet lekker was in Rotterdam. Was ik flauw gevallen. Ja, dat weet ik ook nog. Toen heb je gewoon gezongen. En jij bent voor mij, en het niet omdat je naast mijn bed ligt, omdat je mijn vriendin bent, maar tegen iedereen die ik het zeg. Het is, jij bent voor mij, en er zijn heel veel goede zangers, jij bent nummer 1. Ik vraag me nu zo af, wat is er nou allemaal in Amerika aan de hand? Wat ben je nou aan het uitspoken? Nou, het is natuurlijk dat nummer wat ik net zong, Run To You. Ja. Heb ik gezongen tijdens de Ladies of Soul verleden jaar. Ja. En het is een paar maanden later hebben ze dat op het internet gezet. En toen heeft Nicki Minaj heeft het opgepakt. Ja. En die heeft het aan al haar miljoenen fans heeft ze dat laten zien en gedeeld. En die zijn weer verder gaan delen. En toen hoorde ik op een gegeven moment van een fan hier van mij, van Glenn, je moet eventjes checken op Twitter, want Nicki heeft jouw video gedeeld. En ik dacht van, die neem ik in de zaak. Dat is niet wat. Ik zeg, luister. Ik heb toen iemand gebeld. Ik zeg, check het. Voordat ik gewoon straks schande geef aan mezelf. Dat het helemaal niet waar is. Nou, toen hebben we alles gecheckt. En het bleek dus inderdaad zo te zijn dat zij dat gedeeld had. En toen, waren de rapen gaar. De rapes waren gaar. Yes. Maar, en toen ben je naar Amerika gegaan. En je bent in de studio bezig. Ja, toen gebeurde er natuurlijk heel veel. Ik kreeg heel veel respons vanuit de hele wereld. Niet eens alleen Amerika, maar ook Indonesië. Overal vandaan. En ik had geen management. Nee. En ik had net 2 dagen daarvoor was ik met mijn vriendinnetje Irene de Com Avocadri aan het praten. En die wilde heel lang al iets. Die wilde mij heel graag helpen. En die zei altijd tegen me, Glenn, jij moet naar de States. Kan niet. Hoe kan er nou niet iemand zijn die denkt van, weet je, precies, let's go. En ik wilde mijn relatie, mijn vriendschap met haar niet op het spel zetten. Dus ik, we hebben er echt wel een hele lange tijd overheen laten gaan. En toen zijn we gaan zitten ergens. En toen hebben we gezegd, weet je wat, laten we het langzaam aan, laten we het oppakken. En neem gewoon wat kleine dingetjes over, zodoende. En dan kijken we wel hoe het vanuit daar gaat. En toen, 2 dagen later, kwam dat hele ding met Nicki Minaj. Hoe lekker. Je had meteen iemand die je op kon pakken. En toen dacht ik, oké. Ik kan het nu zelf allemaal gaan filteren, maar dat kan ik gewoon niet, want ik ben helemaal gek. Van zoveel dat er binnenkwam en toen heeft ze mij geholpen en ze heeft echt, ze heeft zoveel gedaan in denk ik een week tijd. Dat gewoon het management wat ik 8 jaar had, die kan er nog een puntje aan zuigen. We noemen geen namen, maar begint te zuigen, zou ik zeggen. Hé, maar luister, wat gaan we je kwijtraken? Gaat Nederland jou kwijtraken? Ik blijf altijd trouw in Nederland. Altijd. Dat is dus niet het antwoord wat ik wilde horen. Nee, maar goed. Ik heb natuurlijk hier ook mijn zoontje. Ja. Ik heb mijn ex. Kijk, dat is hem. I love him! Heerlijk. Echt, dat is mijn alles. Ja. Dus je gaat daar een beetje omheen. Daar moet je omheen bouwen. Ja. En hij heeft natuurlijk hier zijn vader. Nou, die neem ik niet mee. With all the respect. Nee. Nee, maar als dat ook zou kunnen, dan zou ik ook zeggen, weet je, kom hier wonen. Dan mocht het allemaal wel, man. Ja. Voor hem. Maar vooralsnog is dat allemaal heel goed, goed te regelen. En hij steunt mij ook. Dus dat heb ik echt gelukkig. Fantastisch. Ja. Echt heel mooi. Nou, ik zie elke keer een twinkeling in je ogen als je over Amerika praat. Is het eigenlijk een soort van ding van, hey, peoples, I told you so. Voor alle mensen, weet je, hebt zo hard moeten werken om er te komen. Ja, klopt. Nou, ik kan me nog wel een moment herinneren, dat is echt best wel lang geleden hoor. Maar ik had altijd Amerika voor ogen. En dat vertelde ik ooit aan iemand en die zei dan tegen me van, maar dat gaat jou nooit lukken. Oh, echt waar? Ja. En mocht er nou helemaal hierna niks meer gebeuren, wat ik niet denk, ben ik al zo blij met wat ik nu al heb behaald daar. En dat toch een aantal mensen mijn stem daar nu kennen. Hé, hoe geweldig. Snap je? Versuip erin. Maar hoe lekker, want ik zie ook filmpjes voorbij komen op je social, dat jij aan taxichauffeurs allemaal je stem laat horen. En het is zo tof, dat zou je eigenlijk moeten bundelen in een soort compleet video, want dat is echt fantastisch. Gaan we ook doen. Oh, want het is echt, dan moet je maar even checken, check even Glennis haar social en dan zul je dat zien. En het is zo mooi, die mensen die gewoon geen idee hebben, die ze in de auto hebben en dan horen ze jou zingen en dan zijn ze echt flabbergasted. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Maar het is ook zo, voor mij ook, weet je. Want ik zie dan voor het eerst hoe mensen echt tegen mij,
nou ja, naar mijn stem luisteren en wat dat met ze doet. Dus voor mij gaat het, kijk, hier weet ik het. Maar daar ging er weer een hele nieuwe wereld voor me open. En niet dat het hier voor mij gewoon is, want ik denk elke keer nog steeds van ja, oh, ik moest altijd heel erg wennen van ja jongens, wat maken jullie nou zo druk om wat betreft mijn stem? Dat heb ik echt moeten leren en moeten leren van oké, okay, wat hier zit, dat kan best wel, dat doet best wel veel met mensen. Dus ja, een soort van acceptatie dat ik echt wel wat kan. Zo, ja. Dat ze echt wel wat kan. Verhaal. Heb je daar last mee gehad in het begin? Dat je eigenlijk een beetje echt een Jordanees. Ja. Je bent echt, ik heb ook, weet je nog die fotoshoot? Ik had een fotoshoot met Glennis. Voor de bonbon, moeder. Met voor de bonbon en een moeder. Die is natuurlijk ook plat Jordanees. En het grappige is, als je, hey, je moeder is blond. Ja. Blond blauw. Nou, blauwe ogen. Ja. Nog, ja, nee, ja, bruine nee, ogen. Maar wel ze. Echt Groenig. Blond. Dus je denkt hier, er komt een hele prachtige donkere. Nee, blond. En plat Amsterdams Jordanees. Ja. En daar had ik een jurkje bij. Ja. En dan zat, die was heel duur, want die was van Dolce & Gabbana. Dus ik zei vroeg, je moeder vroeg. Wat kost het jurkje? Dus ik zeg, nou, 1000 euro. En wat zei ze toen? 1000 euro, zit er brokaat in! Vind ik eens heel leuk! Zit er brokaat in? Brokaat, het is dus dat het goud is. Weet je, die, ja. Die, maar luister, over je moeder gesproken. Heb je contact weer met haar? Nee, nog niet. Maar dat gaat wel snel gebeuren. Ja? Ja. Ja, ik want denk mis je dat? Heel erg. Ja. Mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, ik kan er wel over liegen. Nee, maar ja, waarom zou ik? Nee, het is een tijd anders geweest. Maar ik had gewoon die tijd voor mezelf heel erg nodig om gewoon even die afstand te nemen. Soms heb je dat gewoon echt nodig. Om gewoon even uit je oude ritueel te stappen. En gewoon bij jezelf te denken van oké, okay, wie ben ik? Want je wordt natuurlijk heel erg gevormd door je familie. Ja. En dat moest ik ook doen. Ja, gewoon even eruit, stapje achteruit. En er zaten helemaal geen kwaaie bedoelingen achter. Alleen ja, zij vond het natuurlijk best wel moeilijk. En daar kon ze ook niet zo goed mee omgaan. Dus ja, dat is een beetje gedoe geweest. En eigenlijk door het feit dat heel veel andere mensen gingen stoken. Met het erger. Is het erger geworden. Ja, ja, zonde hè. Ja, wat vreselijk dat andere mensen zich mee moeten bemoeien. Vreselijk. Ja. Want je hebt wel contact met je vader, kan ik om lachen. Ja. Want je moeder is echt heel blank, maar je vader is echt heel zwart. Maar die is heel donker. Ach, fantastisch. Uit. Toch? Echt, ja. Hè? Ik weet nog wel dat die je een heel keer... donker, ja. Het was een keer een Instagram filmpje, dan hing die uit het raam. En toen zei je, pa, je moet even meer naar buiten, ik zie je niet. Ja, hij zag alleen mijn tanden. Oh, fantastisch. Je vader is ook zo'n leuke lieve ja, vent. Die is echt, heerlijk. Hè? Ja. Lijkt je op je vader of op je moeder? Nou, omdat ik de tijd heb genomen voor mezelf, want ik dacht altijd dat ik alleen maar op mijn moeder leek. En dat werd me ook altijd door mijn moederskant verteld. Oh, je bent zo je moeder. Maar ik lijk ook waanzinnig veel op mijn vader. Hart verzacht? Hart. Hart. Hart met traas. Alles. Oh. Wat is er nog meer wat hart zou kunnen moeten zijn? Nee. Wat draag je normaal in bed? Niks. Niks. Helemaal nee. Bloot. Ja, wel een slipje. Slipje? Vind je een slipje zo vies klinken? Nou, hoe wil jij het dan noemen? Nou, eigenlijk raar, ik gebruik dat woord ook nooit. Nou, wat zit je nou ineens? Wat zit je nou ineens heel erg proleet terug te doen met je slipje? Je hebt gewoon een onderbroekje aan, een onderpeur. Ik had gewoon moeten zeggen slipje. 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 Ben eens even slipje aan. Onderbroek. Je hebt je huis, je hebt een heel... Kijk, hoe leuk is die? Heel enig. Lekker, hè? Kom je daar weer aan? Ja, schat, je spamt echt heel je Instagram ermee dood met je nieuwe hond. Oh, dat is je mijn huis ging laten zien. Is toch, je ziet toch dat het je hond is? Ja, sorry. Ja, maar deze, hier heb ik echt zo aangehaald. Ja, schat, maar slaap maar. Hier heb ik zo lang over moeten nadenken, maar ik heb er geen moment spijt van. Nee, maar het is echt, maar het is wel een hele verantwoordelijkheid die we nemen. Want je hebt al een zoon en nu heb je nog een kind erbij. Nou, maar laten we even effen. Een hond is geen kind. Nou, maar je hebt wel... Iedereen die zijn hond een kind noemt, die is niet goed bij zijn hoofd. Zo, waarvan akte. Dag. Maar die mag niet in bed. Die hond? Nee, ga heen. Nee, dat doen we niet. Nee, heb je dat verhaal eens gehoord van die mensen die een kat elke avond in hun bed lieten, gewoon de hele dag, all day, every day? Nee, wat dan? Die had gewoon in de poenie, op een gegeven moment, had zijn haarbal. En weet je, bij een kat kan het er nog uitspugen, maar een poenie kan het niet uitspugen. Nee, dat ging dus zo, dus ze hadden seks, ja? Dus om die man's... Piemel? Ja,
piemel vind ik zo'n raar woord. Ja, wat moet je dan noemen? Een penis, een pik, een iets. Geval. Een geval. Ging haar er zitten. Als die natuurlijk bij haar erin ging. Hoppakee. En zo is er daar dus een haarbal ontstaan. Geen grap. Dus mensen... Oké, we hier trouwens een foto van de haarbal die eruit kwam. Echt, dat liet ze ook gewoon zien, hè? Niet! Jawel, dus kun je echt opzoeken. Nee, maar dat ga je niet doen. Dat is voor iedereen is dat te onhygiënisch geworden. Maar gadverdamme, dankjewel voor het mededelen. Ik visualiseer altijd alles. Ja. Wat is het raarste dat je in bed hebt meegemaakt? Dat iemand sokken droeg. Ja, dat zei je net. Maar witte sokken? Dat kan me niet schelen, sokken zijn sokken. Maar je ziet nu al die hele hippe boys met allemaal witte sokken en slippers. Sokken en slippers? Sokken in slippers, ja. Kijk, zoals dit. Nee, maar even serieus. Ja, ik vind het op zich wel leuk. Serieus? Zou jij dragen? Nou, ik zou het niet zelf dragen, maar ik kan wel leuk. Maar tijdens seks moeten de sokken uit. Daar ben ik wel met je eens. Nee, maar dat, ja, inderdaad. Zelfs die komt er echt niet in over mij. Hij lag er toch in. Ja, ik heb hem ook echt uitgetrapt. Hey, je hebt een hele toffe show, hè, doe je. Als je optreedt in het land, doe je allemaal verschillende nummers. Wat is het lekkerste nummer wat je zingt tijdens die show? Waarvan denk je, want ik kan me voorstellen, het is een half uur zo'n show. Ja, maar mensen maken het 3 kwartier van. Ja, dat weet ik. Je was echt laatst, waar voor je geld, hoor. Maar echt, als je de boekt, ik was laatst in die Rotterdam, weet je nog? Ja. In Rotterdam. Ja. En toen ging je zingen, nou schat, je hebt ze gek, je maakt ze knettergek. Want heel veel zeggen mensen, ja, Glennis Grace geloof ik wel. En je bent natuurlijk van zo. Maar totdat ze je live zien, en dan is iedereen in die zaal eens om. Er stonden denk ik 700 man. En er waren 800 man waren enthousiast. Dat is echt absurd. En toen deed je ook heel veel Whitney. Maar tijdens een show, wat is nou elke nummer waarvan je denkt, oh, dit komt eraan, heb ik zin in. Want je moet altijd het nummer zeggen, hoe heet het? Afscheid. Afscheid. En dat vind ik ook een hele leuke nummer. Dat is nog steeds wel mijn favoriet. Ja, kan je een stukje zingen? Na duizenden keren te hebben gezongen. Maar echt een miljoen keer, denk ik. Ja. Ja. Ja, bitch. Nu heb ik dus geen zin in. Ja, kan mij het schelen. Ik wel. Altijd bij elkaar. Mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde. Dat wist ik echt meteen. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet, je moet. Ik zong hem een halve noot lager, merk ik. Maar dit is hetzelfde als seks hebben zonder klaarkomen. Ga je nou serieus het nummer zingen zonder die uithaal? Even serieus, nee, ik heb gewoon blauwe ballen. Ik ben gewoon chagrijnig, ik ben gewoon bloed. Ik zou het liefst gewoon op mijn bed doen. Doe ik niet, ik mag net zo lang dat je die uithaal doet. Ik doe hem niet. In 3, 2. Nee. Oh, dat is echt een soort anticlimax dit. Nee, dat gaat ik zat niet. Helemaal klaar ervoor. Ik heb net een weekend achter de rug. Dat gaat... Maar wij zijn nou. Ik ben heel theatraal. Ja, maar echt. Ik heb net een paraplu, weekend paraplu. Achter de rug. Ik heb net een weekend achter de rug. Lieve mensen, ik ben zo druk. Nou ja, oké, lieve mensen. Dat was je Carlo. Super lekker. Ja, dat ja. Ja. Heel erg Carlo ja. Was dit. Ja, ik ben ook een beetje de paraplu. Ben grappig. Ja. Maar, nee, maar nou, ja, we kennen allemaal het nummer. En dat is zo'n lekker nummer. En dan komt inderdaad die uithaal die niet ja. Kwam. En lieve schat, we zijn er doorheen. Nou. Ja, dit zijn al die vragen. Maar wat staat er nog op het programma voor je? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik heb net in Atlanta een stuk of 10 nummers opgenomen voor een EP, dacht ik. Maar we kunnen onderhand wel een heel album voor een opnemen. EP. Het was ooit een LP, CD en nu is het een EP. Yes. En een EP heeft meestal 5 à 6 nummers. Nou, we waren zo goed op weg. Dat we echt elke dag 2 à 3 songs hebben opgenomen. Dus inmiddels hebben we een heel album. Ik heb een trail oog, zie je dat? Nee. Nou, is nu weer weg. Anyway. Dus ik heb nieuw management in Amerika, samen met Irene, super. Joss en Lauren. En die komen binnenkort naar Nederland en dan gaan we hier een soort van nummers laten horen aan mensen. Kom je ook? Ja, zeker. Wanneer is moet. Het? Moet. Dat weten we niet. Waarschijnlijk ergens oktober. Dat kan ik. Ik kan. Okay, ik kom. Ik ga in Washington een optreden doen voor studenten. Ja. Black students. Oké. Okay. En op een heel mooi groot gala waar heel veel sterren al hebben gestaan en ik mag het openen. Wat vet! Ja, en in Toronto en waarschijnlijk New York. Oké,
Dus eigenlijk de conclusie van dit verhaal, raak Glennis Grace kwijt in Amerika? En het antwoord is ja. Vind ik dat erg? Nee, want ik ben trots als een aap met 27 lullen. En je gaat mee toeren! Ja, hoe lekker ook, vind je het niet? Maar dat had ik niet anders gekund, want ze zijn best grappig. Wat heerlijk schat met jou in bed. Ik zou het liefst de hele nacht nog bij... Nou, weet je, blijf gewoon de hele nacht liggen bij me. Oké. Okay. Ga dan in slaap zingen. Heb je nog dat ene nummer van je zoontje? Dat vind ik zo ook zo mooi. Kan je als je dat nou nog ziet, een stukje, kan ik lekker slapen. Lichtblauw is mijn wereld. Vanaf de dag dat jij er was. Eindeloos in mijn armen. Samen in het gras. Ik weet de tekst niet meer. Is te lang geleden. Ah, fuck it. Je hoeft toch niet meer in Nederlands te zingen binnenkort. Ja, who fucking cares? Schat, zoek het maar lekker op. Het is een heel mooi nummer voor ja, Tony. Ja, als je slaapt. Als je slaapt. Ja. Heerlijk. Zal mijn liefste. En ik heb nog een leuke goodiebag voor je. Kijk. Ja, oh. Ja, hartstikke leuk. Oeh, sorry. Jezus zit erin. Brokaard. Zit een brokaardje. Nou, schat, kijk eens. Ik heb een heel leuk kussentje voor je. Ik zie niks. Oh. Nee, hier. In bed met Fred, dat is nice. Enig, hè? Kijk, je krijgt een heel mooi dekbed overtrek. Kijk eens hoe beeldig. Ja, beeldig. Echt waar? Ja, ja dat zit er niet in, dat is dat. En ik zet er allemaal lekker drankjes in en nog meer leuke dingen, sexy in. Dus het is allemaal voor jou. Wat is dit? Ja, dat is ook lekker. Dat is een handdoek, badhanddoek en een badjas en lekker. Alles. Lekker, hè? Nou, wat enig, Fred. Vond je nou, leuk? Ik ben heel blij, ja. Heel blij. Heel erg leuk. Nou, lieve mensen, vonden jullie het nou een leuke video en wil je ook door Glennis in slaap worden gezongen, dan moet je even abonneren met je bek. En abonneren is met 1 B-dubbel-N. Doe even je duim in de lucht. En doe even die uithaal nog. Nee! Nee, nee, nee! We all wanna make a place in this world, Kitty. We all want our voices to be heard.